Ho, ho, ho. De Sint is nog maar net weg en wij zitten al volledig in de kerststemming. Ik zeg wel wij, maar eigenlijk moet ik het hebben over Valkenburg, want die zijn vanaf midden november al volledig in kerstsfeer. En die sfeer gaan wij gaan opsnuiven. We vertrekken nu naar Valkenburg in Nederland. Het is toch een plaats dat mijn hartje gestolen heeft. Van jou ook? Zeker wel. Wij zijn er al in de winter geweest, in de herfst, in de zomer, in de lente. Ik denk ieder seizoen. Ik denk dat ook de plaats... Sommige seizoenen denk ik zelfs al 2 keer. Ja, zeker. Ja, de kerst volgens mij bijna ieder jaar. Deze jaar denk ik de derde of vierde keer. Ja, het is een magische plek, Valkenburg. Ik denk dat het ook de plaats is dat we het meeste bezocht hebben in Nederland. Ja, en zeker. Ja, nu weer opnieuw de kerstsfeer gaan opsnuiven. Ik heb daar enorm veel zin in. Ja, ik ook. Eerst nog eventjes stoppen voor een middagmaal. Ja. Pokéball. En wat hebben ze hier niet, Jules? Een kinderstoel. Een kinderstoel, maar je bent al groot, hè? Ja, hè. Heel flink hoor, hoe jij in een grote jongensstoel zit. Ja, dat is fijn, dat is wel keischattig eigenlijk. Ja. En we zijn aangekomen in onze hotelkamer in Valkenburg. We slapen trouwens maar 1 nachtje hier op hotel. Vanaf morgen gaan we nog richting een vakantiepark. Hey, jongen, ben je aan het buiten kijken? Kijk eens naar de lichtjes hier in de stad. Ja, heel mooi. Wauw. Hé, hey, groot gelijk hoor. Ik vind het ook heel mooi, Jules. Ja. Wat is het hier trouwens al een boeltje geworden. Kijk, we zijn letterlijk 10 minuten denk ik in deze kamer. Je liggen wel onze zwembroek, bikini, zwemband. Ook nog een zwemluierpakje nog vanuit Spanje trouwens. Er zijn zo hele leuke zwemluiertjes voor Jules met zo... Een Mowgli eigenlijk. Op Aite is eigenlijk een namaak Mowgli, maar wel heel leuk. Dus die. En daar is ook nog de kinderwagen. En nu gaan we Jules eerst nog eten geven. Ik ben hier al klaarstaan. Ziezo. Maar we hebben hier geen enkele kinderstoel, jongen. Dus het wordt eventjes behelpen, hè. We zijn aangekomen bij het zwembad. Mijn mannen die lopen daar aan de overkant. Je ziet ze bijna niet lopen. Daar lopen ze. Ja. We gaan hier in het zwembad. Wie is er bijna zwemklaar? Gilleke! Ben je klaar? Ik kan er helemaal in. Ja. Ja, hey! Je gaat wel snel weg hoor. Hey, dat is leuk hier hè? Ja. Waar is die kikker? Daar zit de kikker. Hey, daar is de kikker. Hier is de kikker, hè. Onze kleine waterrat. Mama is er ook, hè. Ja, hè. Moet mama een beetje spatteren, zo. Ga jij ook spatteren? Kom maar. Mooi. Spater. Mijn lap. Ja. Amai, bravo hè. Bravo, Julieke. Bravo, hè, Julieke. Goed gedaan. Als we kussen in het water, houden we al vrede, houden we al vrede. Wauw. Ja. Hey, goed zo. Ja. Oh nee. Het was leuk zwemmen. En nu gaan we nog snel beneden nog een hapje eten en ook nog drinken. Het was gaan haasten.
Want de keuken sluit direct beneden. Die is ook. Ik heb mijn horloge trouwens niet aan, dus ik zou eigenlijk niet... Ik wil dat ook zo, hè. Tegenwoordig als we dus eigenlijk een sms'je of zo ontvangen. Of ik een sms'je ontvangen, dan hoor je zo ding, mijn telefoongeluid. Dan gaat hij zo, dus dat doet hij eigenlijk zo, want ik heb dus eigenlijk zo'n smartwatch. En dan kan ik dus kijken welke berichtjes ik ontvang. En meestal lees ik die dan rap even zo. Maar ja, nu doet hij zo dat eigenlijk ook. Ja. Ja, goed, we gaan wat eten. We gaan vroeg ons bed. Ja. Het zal, het zal een korte vlog zijn, maar ja. Tja. Het was wel een drukke dag vandaag. Morgen wordt het nog drukker. Ja, oh ja, echt druk, je weet niet, maar het wordt wel een leuke dag. Tot morgen!